Welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag ga ik een heerlijke no-bake gebak met jullie delen. Simpel te maken, super makkelijk en heerlijk. Wat heb je hiervoor nodig? Ik heb hier al een cake, naturel. Die ga ik gebruiken als bodem. Je kan natuurlijk ook ander soort cake gebruiken naar wens. Of je eigen cake bakken. Nou, omdat het vandaag no-bake is, heb ik gewoon een cakeje gekocht, naturel. Je kan ook natuurlijk kiezen voor chocoladecake of je kan ook natuurlijk kiezen voor koekjes als bodem. Maar als je koekjes gaat gebruiken als bodem, dan moet je zeker gesmolten boter bij doen, anders verkruimelt het. Nou, deze cake weegt 400 gram. Ik ga zo meteen dus bodem mee vullen. En dan ga ik kijken hoe de dikte die ik wil van de bodem, dus hoeveelheid ik ga gebruiken. Komt in beschrijving te staan. En het is natuurlijk ook helemaal naar wens hoe dik jullie bodem willen hebben. Wil jullie hele dunne bodem of wil jullie hele dikke bodem? Het is dus helemaal naar wens. Verder heb ik hier al aardbeien. En mascarpone 250 gram. 2 vanillesuiker. En ik ga een klokpudding bij doen van bananensmaak. Vind ik super lekker. Maar je kan ook natuurlijk kiezen voor vanillesmaak, aardbeiensmaak. Het is ook helemaal naar wens. Ik heb hier al 800 ml slagroom, ongeklopte slagroom. Waarvan ik 100 ml ga gebruiken voor chocola. Voor chocola heb ik hier al 2 stuks bruine chocola. Dus samen is 200 gram. 1 witte chocola. En 1 vanillesuiker. Nou, dit zijn de ingrediënten, dus kijk even mee naar het bereiden hiervan. Nou, ik gebruik eerst even 200 gram boter, dus de helft van de hele cake. En dan kijk ik even naar de bodem. Als ik hem te dun vind, dan doe ik nog wat bij. Nou, je verkruimelt je cake helemaal heel goed en daarna gaan we dus in een bakvorm doen als bodem. Nou, ook goed aandrukken. En als je de bodem te dik vindt, kan je het natuurlijk ook gewoon weer weghalen en wat dunner maken. Nou, ik vind het perfect zo. En heel goed aandrukken dat het allemaal gelijkmatig is. Nou, we gaan nu de aardbeidjes hier aan de zijkanten doen. De kontje moet omhoog en de vlakte deze, die moet hier tegenaan, dus zo. Dus die moet omlaag, kontje omhoog en zo. En zo ga je rond met de hele aardbei.
Nou, vulling is klaar. Wanneer weet je dat je vulling goed is? Zodra je ziet dat het een beetje stevig begint te worden. Voor mensen die vaak problemen hebben met slagroom. Je draait je kom waar je slagroom in zit een beetje zo op zijn kop. Als je ziet dat room een beetje aan het zakken is, dan moet je even verder gaan kloppen. Tot je op een gegeven moment om kan draaien en dat die alsnog nog steeds goed vast zit. Dan weet je dat je room klaar is. Nu gaan we vullen. Nou, ik heb helemaal gevuld lekker met room. Aardbeien zijn helemaal bedekt. Soms heb je van hele grote aardbeien. Als ze een beetje uitsteken, is dat al geen probleem. Want er komt ook nog een laagje chocola. Ik ga dit nu in de koelkast doen. Dus eerst even afdekken met verszaadfolie in de koelkast doen. Zodat het lekker wat steviger gaat worden. En in de tussentijd gaan we verder met chocola. Ik heb een stelpan gepakt en daar ga ik die 100 ml ongeklopte slagroom bij doen. Ik laat het een beetje warm worden en daarna voeg ik chocola bij en vanillesuiker en laat ik het zachtjes samen smelten. Nou, chocola is gesmolten, dus nadat ik vanillesuiker heb gedaan, heb ik het heel kort even samen zo geroerd. En nu laat ik het afkoelen en als het een beetje afgekoeld is, dan gaan we naar de volgende stap. Maar in de tussentijd smelt ik ook mijn witte chocola. Die hebben we nodig om een marmer effect te krijgen. Nou, chocola is inmiddels een beetje afgekoeld en nou, je ziet het begint een beetje wat steviger te worden. Nou, je moet hem niet al te lang laten afkoelen, dan is het te stevig om op je gebak te gieten. Nou, ik heb nu een boterhamzakje gepakt en daar doe ik gesmolten witte chocola in. En dan ga ik met satéprikker een gaatje maken en dan ga ik lijntjes trekken. Dus kijk even mee.
zo witte lijntjes getrokken en daarna zo met satéprikker zo lijntjes getrokken, zodat je een marmer effect krijgt. Nou, nu ga ik het in de koelkast terugzetten en dan laat ik hem verder stevig worden. Dus de bovenkant van chocolalaagje, die wordt ook steviger. En als je het snijdt, dan blijft het ook goed vast. En nou, hoe lang? In ieder geval minimaal half uur tot een uur in de koelkast. En dan laat ik jullie zo meteen nog het eindresultaat zien. Nou, taart heb ik zeker een uur in de koelkast gelaten totdat chocola stevig is geworden. Dus niet zo waterig. Nou, het is nu stevig. En dan ga ik proberen de zijkanten een beetje los te maken van de bakvorm. En dan laat ik jullie zien hoe het eruit ziet. Nou, ik heb voorzichtig de zijkanten weggehaald, dus het randje van bakplek. Nou, zo ziet het eruit. Aan de zijkanten zie je die aardbeien. Ik zal even de camera anders doen, zodat jullie beter kunnen zien. Nou, zo ziet het dus aan de zijkanten uit. De aardbeien ziet er prachtig uit. Ik heb een stukje gesneden. Ik laat jullie even zien hoe het eruit ziet. Nou, het gaat een beetje moeilijk, maar zo ziet het eruit. Echt super lekker, super smeug. Nou, zometeen de chocolade die gaat zo eroverheen. Nou, hier is de achterkant. Super lekker. Jullie bedanken voor het kijken en vergeet vooral niet te delen, te liken, te abonneren en tot de volgende video weer.